Nou, wat heel belangrijk is, is Deventer heeft een hele grote traditie als open, vrije stad. Waar ook in de opvang van uit mensen die vervolgd worden. Het is vanuit de middeleeuwen al vanuit lijfeigenen die in de stad mochten verblijven en daardoor vrije mensen werden. Tot en met nu met bed, baden, brood. Nou, een van de aanvragen was dat mensen die vervolgd worden in andere landen, dat we die ook een huisvesting kunnen bieden. Dat doen we, gaan we nu ook doen. En het mooie is dat het ook vanuit de samenleving wordt opgepakt. Oké, maar in het plan staat, in het voorstel staat dat het gaat om één mensenrechtenactivist. Ja. Dat klinkt wat karig, dat klinkt wat mager. Is het meer symboliek? Moet ik het zo zien? Nee, juist niet. Je moet het vooral zien in. Er zijn heel veel. Nee, er zijn gelukkig steeds meer Shelter City steden in Nederland. En je moet het vooral zien als een eerste stap. We beginnen met één. En misschien worden dat er meer. Misschien ook niet. Het is net ook wat de behoefte is. Het is vooral opvang bieden aan mensen die in hun eigen land groot probleem hebben met het uiten van hun vrije meningsuiting. En dus nu een plek kunnen krijgen, in dit geval in Deventer. En daar tijdelijk, want het is een tijdelijke basis, een plek kunnen krijgen. Heel mooi is ook dat woonzorgcentrum Humanitas, dat is een voorbeeld ervan, een kamer beschikbaar hebben gesteld voor zo'n woonzorgcentrum. Om te zeggen van nou, dan kun je dan 3 maanden blijven. Het is ook altijd tijdelijk, het is vooral bedoeld, het is ook het gaat ook steeds door. Dus dat betekent ook dat je eigenlijk niet praat over één persoon, maar het is als het ware steeds doorgaan met het bieden van onderdak. Ja, nou kan ik me voorstellen dat er mensenrechtenactivisten komen naar Deventer, wat voor spanning zorgt. Ik denk dan aan de Turkse gemeenschap. Als er iemand komt uit Turkije, ja, waar mensen hier, Turken en Deventer, problemen mee hebben, hoe gaat dat dan? Ja, dat is dan jammer. Ik zeg het altijd heel simpel. Je kunt niet, er zijn wat ons betreft een aantal universele regels. En mensen die niet hun mening mogen zeggen in het land waar ze wonen. Die zijn en daardoor ook vervolgd worden. Dat maakt me niet uit of dat nou Turken, Arabieren, Amerikanen of Russen zijn. Maar dan neemt u de problemen voor lief die dat met zich mee kan brengen? Dan nemen we niet de problemen voor lief. Dan staan onze waarden centraal. En die zijn liberaal-democratisch van aard. En dat is waar we voor staan. Ja, u doet niet aan screening wat dit betreft? U kijkt niet wie er dan binnenkomt? Nou, de organisatie die screent, maar wij doen daar geen screening overheen, om het maar zo te zeggen. Is dat wel verstandig? Dat is heel erg verstandig, omdat wat ons betreft, het gaat om het beginsel, onze waarden van een open vrije Nederlandse samenleving, een open vrije Deventer samenleving, zoals we die altijd overeind hebben gehouden, blijven we ook in dit kader gewoon overeind houden.